Het tegenover is alles bezet nou. Hoe bedoel je? In ons huis, in mijn huis. Oorspronkelijk mijn huis. Dat is bezet. Ja. Ja, daar wonen die twee dames nu. Ja, ja, daar op dat hoekje van. Dat is wel goed, hè? Die in het huis van Riekers? Ja, van Opstagen ook. Ja, voor mij van Opstagen. Welk waren dat? Helemaal waar Riekers woonde. Ja, ja, ja. Oh, was het voor jou van Opstaken? Zat er voor Riekers van Opstaken? Ja, destijds, toen ik als kind woonde daar in Opstaken. Ja, die was dan ook kapper en van alles tegelijk. En daar kwam ik altijd als kind. Dat was een ontzettend gezellig huis. Altijd welkom. En dat was de winkel van Riekers, zeg maar, van ouds. Vroeger? Ja. Dus voordat Riekers er zat, zat daar een kapper? Ja. Ja. Oh, ja. Ja. En jij kwam daar als kind? Daar kwam ik, dat was, mijn vertrouwde adres gewoon. Even als kind. Dat was ik dus heel veel. Ja. Want ben jij in de Westerstraat geboren? Nee. Ik ben in Leeuwarden geboren. En, zo zijn mijn ouders, die zijn verhuisd naar Amersfoort. Dus dan is dat die verplaatsing natuurlijk. Even. Dus ja, dat is daardoor natuurlijk toch wel een hele verandering even. Maar goed, ik heb dat overleefd. Ja, dat kun je wel zeggen. En ik heb dat mijn hele schooltijd daar toch doorgemaakt daarin. Want hoe oud was je toen je van Leeuwarden naar Amersfoort verhuisde? 4 jaar. 4 jaar. Ja. En toen zijn jullie meteen in de Westerstraat gaan wonen, of heb je eerst nog ergens anders? Nee, we zijn direct in de, dat wil zeggen, eventjes een jaartje, hè, voordat het klaar was. Maar toen toch naar in de Westerstraat gewoond. En daar woonde een familie in met een zoon, die, dikwijls ziek was en zoiets. En dan zei hij van ja, hij is weer ziek, dan kan er niet verhuisd worden, zoiets. Maar die vader gebruikte het ook wel een beetje om het uit te strekken. Eventjes. Ja. Eventjes. Maar goed, het is dan. Was dat toen een koophuis of een huurhuis? Het was een koophuis. Ja. Het was een koophuis. En mijn vader die had ook wel door dat hij had dezelfde huisarts als die meneer die erin zat ook eventjes. En, maar hij gebruikte de ziekte van zijn zoon ook wel een beetje. En die vader dus. En dus toen heeft mijn vader ook eens gezegd tegen dokter Prins, geef me een seintje als het goed is. Ja, want dan moeten we doorzetten. En dit gebruikt hij gewoon. Dat is natuurlijk, het is zielig voor de man. Maar dat is niet de bedoeling. Hij dat wij maar uitschuiven. Dus. Nou ja, toen zijn we er dan in gekomen eventjes. Ja. Dus je hebt eigenlijk bijna je hele leven in de Westerstraat doorgebracht. Ja. 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 En ook, toch wat plezier met kinderen en zoiets in de buurt. Ja. Dus, ik was dus, een meisje was een beetje moeilijk, want ik mocht nooit, locomotief zijn of zoiets. Dat was altijd veranderen. De locomotief was een jongen? Dat was te hoog gegrepen. Want daar woonden veel mensen van het spoor ook, hè? Toen. Ja. Ja, heel veel mensen van het spoor. Ja. 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 Dat was vast te prikken eigenlijk een beetje, hè? Waren dat dienstwoningen van de spoor? Waren het dienstwoningen van de spoorwegen? Ik denk wel dat het een soort dienstwoningen waren. Dat denk ik wel. Ja. Maar als meisje mocht je geen locomotief zijn? Huh? Als meisje mocht je geen locomotief zijn? Nee. Dat zijn dingen die zijn te hoog gegrepen. Ja. Dan moet je afblijven. Is net als. Net als dat verhaal van Toon Hermans toen over Sinterklaas. Ja. Hij zei, bij ons liep er niks door de kamer, hè, bij andere treintjes. Ja. Bij ons niks, ja, wij zelf, zei hij. Ja. En hadden we geluk dat het een groot gezin was, anders was het nog een treintje van niks geweest ook. Ja.
tijd was hij vast studeerd. Ja.